Het was fantastisch, broer. Echt waar. Ja, maar. Vooral de dessert. Dat is van mij. Echt? Crumble van peer en karamel. Niet zo moeilijk. Ik heb nog nooit een man ontmoet die een crumble kon maken van peer en karamel. Abla, heb je het geld van mama mee? Ja. Wat ga je eigenlijk doen in Istanbul? In ieder geval niet meer in een restaurant werken. Dat is gedaan. Maar allez, Halil, dat is hier uw talent. Ga dat toch niet opgeven? Het is niet omdat ik een beetje help in de keuken dat ik een kok ben, hè? Maar ik geloof dat je een hele goede kok bent. Ja, een hele goede. Stop het, Jules. Je weet niet waarover je dat hebt. Echt niet. Kom, geef me dat geld. Halil, jij bent gemaakt voor in de keuken te staan. Godverdomme. En ik geloof in u. Ik geloof ook in je.